Op 27 april aanstaande viert koning Willem-Alexander zijn 50ste verjaardag en wie jarig is trakteerd. Hij nodigt daarom op 28 april 150 Nederlanders uit voor een feestelijk diner in het paleis op de Dam. 27 april 2017. Die dag vieren tienduizenden mensen in het Koninkrijk der Nederlanden hun verjaardag. Als we dit jaar nu eens extra feestelijk maken in een paleis. Met een diner voor 150 gasten die op 27 april een kroonjaar bereiken. Dus 20 worden, of 35, of 65, of 50. Leuk idee, meld u dan aan. Zo wordt het een fantastische avond in goed gezelschap. Viert u op 27 april aanstaande ook een kroonjaar? Dan is op 28 april misschien een van deze 150 stoelen voor u. Mijn vrouw en ik verheugen ons erop. Omdat er maar 150 tafelgasten aanwezig kunnen zijn die ook nog een kroonjaar moeten hebben op 27 april, worden veel Nederlanders teleurgesteld. Hey Gert, wat zit jij hier nou te mokken op een bankje? Teleurstelling verwerken, niks meer en niks anders. Waarover? Wat denk je? Ik heb geen idee, vertel. 27 april is mijn verjaardag. En ook tegelijk met de koning? Ook met die van de koning. Dus je snapt al hoe blij ik was. Ik zou naar de verjaardag van de koning. Nou ja, dan paniek, feest, plannen maken, wat ging doen. En dan ga je het nog even doorlezen. En wat lees je? Niks. Ik. Vier niet een, wordt niet 50 of 60 of 45 of wat dan ook. Ik mag er niet heen. En dat had een behoorlijk ingegrepen. Hoe moet dat nou, 27 april? Niks. Ik ga ook een keer een dag niks doen. Gewoon mijn eigen verjaardag dan maar vieren. En niet achter de koning aan. Hij komt ook niet achter mij aan, dus laat maar.